Ik ben Desjo, 28. En ik heb 2 jaar in de jeugdzorg gewoond. En 7 jaar in de jongerenraad van Cardea gezeten. En nu ben ik weer, ja, werk ik bij de jongerengarage in Rotterdam. En ben ik plus maatje van 2 jongeren. Ik heb 2 jaar dan op een groep gewoond binnen Cardea, binnen de jeugdzorg. En daarin heb ik veel dingen meegemaakt die ik zou willen veranderen. En in de jongerenraad, daar kom je op voor de jongeren binnen een woongroep. En wat ik heel belangrijk vond was de ervaring die ik heb meegemaakt in de jeugdzorg. De goede dingen, maar ook de slechte dingen. Om die te vertellen aan andere jongeren om te hopen dat zij niet die fouten maken die ik bijvoorbeeld wel heb gemaakt. En daarbij hebben wij bijvoorbeeld een training ontwikkeld, ben je er klaar voor? Dat is een training richting zelfstandigheid. Ja, jongeren die vanaf 16 naar zelfstandigheid gaan. En wij willen jongeren eigenlijk op een goede, leuke, interactieve manier klaarstomen naar zelfstandigheid. Dat ze gewoon hun eigen keuzes kunnen maken en weten waar ze aan toe zijn. Daarom doe ik dit. Dat is mijn drijfveer. Wat het mij oplevert om mijn ervaringen in te zetten, is leren presenteren, voor jezelf op te komen. Leren praten over je gevoelens, met je emoties omgaan. Je ervaringen gebruiken en hoe in te zetten om andere jongeren te helpen. Dat is ook een hele belangrijke. Je leert skills om het op een leuke, interactieve manier te doen. En niet zoals hulpverleners aan een tafel te gaan zitten en zeggen van ja, hoe is het met jou? Wat is jouw probleem? Zo probeer ik dat niet te doen. Ik begeleid een jongen vanuit Plusmaatje. Die is ook geadopteerd net als ik. En een hulpverlener kan wel tegen hem zeggen, op een moeilijk moment in zijn leven, of dat hij er overheen zit, ik begrijp je, ik weet hoe je je voelt. Maar dat kan hij niet, want hij heeft niet in diezelfde situatie gezeten als zijn jongeren. Ik daarentegen kan tegen jongeren in de jeugdzorg of jongeren die geadopteerd zijn zeggen van ik begrijp je, want ik heb daar ook gestaan. Ik heb dat meegemaakt en ik weet hoe je voelt. En dat schept een stukje vertrouwen. En ik denk dat daarom dat ik het heel belangrijk vind dat er meer met ervaringsdeskundigen gewerkt wordt binnen de jeugdzorg. Wat ik zou willen zeggen tegen iedereen die bezig is met regels binnen de jeugdzorg is, ik ben heel vaak gevraagd voor de jongerenraad om te komen naar een congres voor gemeentes. Of voor, ik ben ook naar het ministerie geweest of te praten met belangrijke mensen die gaan over regels binnen de jeugdzorg. En dat vind ik goed om dat te doen. Wat ik niet goed vind om te doen is jongeren uitnodigen en dan hun input vragen. En dan eigenlijk er niks meer mee doen. Of er eigenlijk niks meer. Wij horen nooit wat terug over zo'n bijeenkomst van de gemeente of noem het maar op. En dan denk ik bij mezelf van ja, voor wat vraag je eigenlijk dan mijn ervaring of mijn advies of mijn wat ik heb meegemaakt? Voor wat vraag je dat? Daar zouden ze veel meer aan aandacht aan moeten geven en veel meer leerlingen uit moeten halen. Want jongeren spreken echt uit hun ervaring. En dat is heel nuttig, want het gaat over de jeugdzorg. Als je snel ergens wil komen, moet je alleen gaan. Als je ver wil komen, moet je het samen doen. Dus gebruik je stem.